Yo, Kees van IMT. Vandaag is Mark onze pilootje in Fortnite. Hallo. En de bedoeling is om andere mensen uit te roeien. En het vliegtuig mag niet kapot, hè? Onthoud het wel. Ja, vergeef ik. Dit is heel apart, dat jij op mijn vleugel staat. Zit. Kruid. Ja, maar echt, waarom draai je hele rondjes? Zo kan ik niks aimen. Ja, ik weet helemaal niet waar alles is. Nou, die vliegt gewoon rond in de map. Jongen, hou dat ding een beetje recht. Oké. Anders kan ik niks. Daar is er een. Maar je moet dicht bij elkaar in de buurt komen, dan zie je elkaar namelijk niet. Oh. Dat stond eigenlijk in een loading screen. Lees je die teksten wel? Jawel. Daar zit een waypoint, de groen. Maar volgens mij staat een spawn point. Of een supply drop, dat kan ook. Ik zie allemaal van die lichtjes hier overal. Ja, ga eens naar een van die lichtjes toe dan. Beter hier dan de lichtje gaan, want daar zit er ook één. Die ligt al op de grond. Oh, volgens mij wordt... Ja, van achter volgens mij. Ik zie hem. Ja, kijk, ik kan niet schieten omdat je in een random rondje begint te draaien. Achter ons. Ja, ik kan niet draaien. Ja, jij blijft ook in een rechte lijn doorvliegen in plaats van verder erachter te komen. Ja, hoe moet ik erachter komen dan? Omdat jij niet aan het draaien was. Jij vloog gewoon meteen rechtdoor. Nou, ik was al aan het draaien. Oh, nu mag ik vliegen. Hoe werkt dit? Oh, zo. Jij moet navigeren. Ja, voor mij maakt het niet uit. Je mag gewoon vliegen waar je heen wil. Oké. Okay. Behalve op de kop, dat is dan wel heel kut. Oké, okay, in dat geval. Oh, ik zie wat mensen boven ons. Zo. Ik kan niks zien. Oh, nu wel. Jij moet mij navigeren waar ze zijn. Ja, ik ben ze kwijt, omdat je de hele tijd rondjes zit te draaien. Oh, daar zit onderheen. Oh. Oeh. Wordt ook van achteren beschoten, hè, weet je? Pardon, ik zie hem niet. Oh, of voor ons is dat. Hij is best wel lekker hard aan het roken. Achter ons. Ja, ik zie het. Health and repair kit, want... Het zou fijn zijn als ik hem even raak. Ja, ik raak hem wel, constant. Ja, ik zit expres rondjes te vliegen, dat ik moeilijker te raken ben. Begrijpelijk. Ja, maar jij vindt dat niet waar hij zit. Ja, omdat hij heel de achter ons zit. Ja, zeg dat dan, dat hij achter ons zit. Hieronder. Maar waar ik ook naartoe schiet, daar zit hij dan op. Ja, is dat dan waar? Ja, achter ons. Schiet je raak? Ja, raak. Is hij dead? Nee, want ik had geen ammo meer in mijn wapen. Je handpistool doet voor mij meer damage. Ik heb zelf damage opgelopen, by the way. Ik heb ammo bij elkaar scharrelen. Ik denk heel dat ik andere vliegtuigen hoor, maar dat is gewoon mijn eigen vliegtuig. Voor ons. Het is best wel grappig eigenlijk. Ja, ik heb wel alles.
Forgot to set the parking brake. Ja, handig. We hebben het letterlijk zelf eruit geschoten. Achter ons. Oh fuck. Dat is in de storm, zit in de hè? Storm. Zo. Dit is ook heel irritant dat die koolstof zit. Oh, wat fuck. Ja, weer het probleem is, jij blijft ook alleen maar rechtdoor vliegen en daardoor gaan we elke dood. Nee. Oh, kut. Oh. Ik zal dood. Yay. Game over. Nog eentje achteraan doen? Ja. Die Turtle Lobby. Heel interessant. Het lukt als je met 4 personen bent. Nou. Echt gewoon een heel team op vliegtuigen zit. Ready. Band moves. Ja, als laatste aan het stappen zag ik ook echt mensen gewoon zo dansen gewoon. Echt gewoon zo'n Fortnite moves. Prachtig. Ik zei al tegen een aantal in de vriendengroep, van volgens mij hebben een aantal mensen te veel Fortnite gespeeld. En mijn karakter is ook gewoon iets te happy. Ja. Oh. Loading screen. Yay. Ik klik gewoon weer met mijn headset de microfoon aan. Taking enemy fire, cover yourself with barricades. Ja, ik ben nog een joint, hè, dat weet je. Ja, 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 dat weet ik. Launching in 8 seconds. There we go again. Mijn PC is echt al belastend gek. Jij moet maar zeggen waar ze zitten. In de map. Ja, no shit. Achter ons hoor ik wat. Achter ons, achter ons. Nu beneden ons. Oh, daar. YOLO! Kijk, ik heb wel wat geraakt. Best wel wat damage doe ik ze. Doe je ook heel wat damage of niet? Ja, ik kan dat doen dat nu wel. Oh, dat is een boom. Geen bomen knuffelen. We zijn wel bijna dead. Bijna achter ons. Oh, ik heb iemand anders geïmiliëerd. Dus ben ik de piloot geïmiliëerd. Dat is mooi. Nee, dat telt meestal niet. Zit achter ons, hè, dat weet je. Ja, dat begrijp ik. Ik zie niks. Je vliegt met het vliegtuig letterlijk door mijn scherm heen. Je kantelde letterlijk zo dat ik gewoon niet meer op hun kon aimen. Ja, maar ik moest toch draaien? Ja, maar je hoeft niet letterlijk zo schuin te draaien. Daar zag ik gewoon helemaal niks meer. Ik kon gewoon letterlijk niet meer schieten daardoor. Je zat letterlijk zo in mijn scherm. Ga nou iets te hard naar beneden. Van dat kommentje. We hebben hem gaan aimen. Oh, daar komt er eentje aan. Hallo. Oh, er springt er eentje uit.
Maar die probeert appels te komen. Ja, dat kan. Zo, ik heb er eentje geëlimineerd. Oh, nog één. Lol. Hier recht één voor ons, hè, dat weet je. Ja, daar zit ik op mijn frieten. Humiliated. Je weet dat nu echt recht achter ons zit. Nou, ik zie nog niks. Ik had het beter dan de vorige match. Ja. Nee. Even kijken. Links van ons. Ja, zo zou ik dus de hele tijd vliegen. Wow, ik heb iemand geëmiliated. Zwaar was dat piloot zelf, wat die flikker op is. Oh nee, toch. Waar zit hij? Hier, richting west. Kijk, nu gaat hij weer richting zuid. Dat is een boom, hè, dat weet je. Boomknuffel is nog nooit verkeerd. Nou ja, zei anders. Er zit er ook eentje achter ons, volgens mij, ja. Hé, hey, een nieuw wapentje. Nog steeds? Nee. Daar, ik zie daar even vliegen, southeast. Dus die bergen. Het... Oh yeah. Eentje achter ons, hè, dat weet je. Oh ja, trek. Oh jee, we staan weer in de hens. Hoe de hel komen we weer in de hens te staan? Omdat jij niet zat op te letten. Dat jij vooruit zat te kijken, in plaats van achteren. Ja, maar dat is nog niet een goede reden voor... Oh, we zitten in de storm, dat is ook leuk. Kijken... Best wel een heel erg leuk game mode deze. Ja. Volgens mij wel ook van achter geraakt. Nee, ik kom echt allemaal van voor. Boom. Ik moet even een health kit hebben. Weet je dat er net een onder ons langs vloog? Ja, dat weet ik. Om nu tussen draaien en ons te pakken. Maar eens even een kitje gaan pakken ergens. Ja, dat is wel aangeraden, ja. Vliegt er nu zometeen iemand achter ons aan waarschijnlijk. Ja, want ik moet... Van de zijkant. Eentje van achteren. Maak een paar random moves. Ja, ik ben dood. Waar ik even zeg dat je dood bent voordat je überhaupt wat roept. Oh, die had ook een minigun. Ja, geen wonder. Miniguns zijn niet zo heel sterk. Nee, maar die kunnen wel constant schieten. Dat klopt. En die kunnen ze oppakken door die ringen heen te vliegen. Ja, oké. Als je dus door die ringen heen vliegt,
Dan krijg je dus die items. En dat moeten we dus vaker gaan doen. Zoals wat ik dus doe. Maar in ieder geval, like, achter je niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doeg. Doeg.